Voor het 15e jaar op rij zijn alle ingrediënten voor een topcross aanwezig in Eeklo. Een mooi parcours, een massa toeschouwers en de wereldtop aan de start. De stap naar het circuit van de Gazet van Antwerpen Trofee of de Superprestige is niet denkbeeldig. Wij ambiëren wel dergelijke dingen, maar voor het moment is er geen plaats en wij hebben ons al bekendgemaakt als kandidaat om dat te doen. En een of andere dag hopen wij dat dat daar inderdaad wel zou van komen. Bart Welles en Klaas van Tornhout nemen de groep op sleeptouw in de eerste ronde. Sven Nijs ontbreekt in de kopgroep. Wereldkampioen Stibar en Niels Albert, de winnaar in Eeklo vorig jaar, rijden op positie 10 en 11. Een ronde later zijn er nog twee leiders, Bart Welles en Dieter van Toerenhout. De West-Vlaming is de enige die in het spoor van Welles kan blijven. We zijn half wedstrijd als Bart Welles en Dieter van Toerenhout bijgehaald worden door een groepje achtervolgers. Belgisch kampioen Sven Nijs, Kevin Pauwels en even later vindt ook Niels Albert aansluiting bij de kopgroep. Maar lang blijft dat vijftal niet samen. Bart Welles gaat alleen in de aanval. Bij de achtervolgers, waar ondertussen wereldkampioen Stibar is aangesloten, lijkt niemand geroepen om de achtervolging in te zetten. Bart maar reed eerst en de rest keken we naar elkaar. En ik nam een 21 seconden en de rest keken we naar Merck en Niels eigenlijk om dat gat toe te rijden. En ik was eigenlijk niet van plan om dat gat toe te rijden met vier man in mijn wiel. En ik zag zo, reed Bart ineens 20 seconden weg en dan weet je dat de wedstrijd gereden is. Bart Welles won de cross in Eeklo al drie maal, in 1998, 2001 en 2003. Welles kende dit seizoen heel wat gezondheidsproblemen. De grote prijs stad Eeklo is zijn eerste overwinning van het seizoen. Op het moment dat ik wegdemareer, zitten zowel Sven als Niels als Dieter allemaal bij ons in de kopgroep en die zagen aan elkaar. En ik had heel snel 20, 25 seconden en ja, dan weet je van het is geven tot last en hopen dat ze niet meer terugkomen. Dieter van Toerenhout eindigt op de tweede plaats. Sven Nijs is derde.